Het gevoel dat de wereld verandert, dat je niet weet welke kant het opgaat. Al die dingen zitten heel sterk in Postowski. Ja, dat is eigenlijk heel herkenbaar en heel actueel om dat te zien en te lezen. Deze specifieke muziek van Prokofjev is niet per se revolutionair. Ik vind juist dat hij op een hele mooie manier iets kan verklanken van iets van onzekerheid of iets van onduidelijkheid. Ik denk dat het heel apart is om een paar verschillende vormen van kunst bij elkaar te zien. En ik vind het bijzonder om met Ole en Lisa te spelen, omdat ze meer zijn dan muzikanten. Je merkt duidelijk dat ze een andere interesse hebben die verder gaat dan de muziek. Bijvoorbeeld door het verbinding zoeken met dit materiaal. En dat is heel leuk om daarin samen te werken.